Spoor 1, spoor 2 en zelfs spoor 15 en 20, dat weet elke treinreiziger op Dordt Centraal wel te vinden. Maar waar zijn spoor 8 tot en met 14 eigenlijk gebleven? Ik ben op zoek naar spoor 8, kunt u mij helpen? Spoor 8? Nee, dat zou ik even niet gaan weten. Nee, u heeft geen idee waar die is. Nee. Ik kom hier voor het eerst binnen, in mijn hele leven. Dus dit is 1, dan zal 8 wel aan de andere kant zijn. Ja, die is hier volgens mij niet. Waarom is die er niet? Ik zou het niet weten. Maar je hebt wel spoor 5 en spoor 15 bijvoorbeeld? Ik heb geen idee. Ja, wij hebben hier wat geklust, hierachter, werkzaamheden gedaan in het verleden. Waarbij we wat zaken hebben verlegd op wat we noemen het opstelterrein of het emplacement. Daar liggen heel veel sporen. Als je daar iets verandert, dan betekent dat er op het station ook wat verandert. Als dus verderop ineens spoor 20 deze kant op leidt, omdat ze iets verlegd hebben, dan kun je niet zeggen dat hij daar spoor 20 rijdt en langs het perron ineens spoor 2 bijvoorbeeld. Dus vandaar dat dan spoor 1 ineens laatst naast spoor 20 ligt. Ja, want dat is natuurlijk ook super onlogisch eigenlijk. Dat is onlogisch, maar je hebt het echt over de sporen en niet het perron. Dus mensen denken natuurlijk, ik loop een perron op. En ja, dan heb je perron 1, perron 2, maar het zijn dus sporen. En om het nog logischer te maken, liggen spoor 15 en 20 niet naast spoor 5, maar hier naast spoor 1. En dat is dus vanuit het perron naar de reizigerdacht is het onlogisch. Maar we hebben ook een hele verkeersleidingspost, een enorm netwerk in Nederland van allerlei posten die moeten samenwerken, ook als de dingen niet goed gaan. Ja, die moeten natuurlijk weten welke trein op welke plek is. Ja, dan moet je een vaste naam voor een spoor hebben. Dus de naamgeving hangt echt vast aan het spoor en eigenlijk niet aan het perron? Ja, exact. Dus dan kan het ineens, ja, dan zou je inderdaad ook spoor 1 en spoor 15 en daarna spoor 20 en dan weer spoor 3 kunnen hebben bijvoorbeeld. We proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk vast te houden aan een logische volgorde voor de reizigers. Maar ja, nogmaals, als je iets verandert, dan heeft dat dit soort gevolgen. Maar zou het eigenlijk anders moeten? Oh, ik heb geen idee. Nee, je bent er wel aan gewend. Ik weet de weg hier wel. Maar hebben we hier dan ook ooit 20 perrons gehad? Nee, we hebben nooit 20 perrons gehad, maar we hebben wel meer sporen gehad dan er nu liggen. En dat is met name om te zorgen dat je treinen bijvoorbeeld even langs de kant kunt zetten. Hier komen ook veel goederentreinen bijvoorbeeld, die zijn soms heel erg lang. En als er dan iets is, of op het perron, of er is iets met zo'n goederentrein zelf, dan kun je hem even opzij zetten. Dus vandaar dat we meer sporen hebben dan perron. Dus we hebben hier ongeveer 20 sporen blijkbaar. Ja, inderdaad. Ja. Ja, stiekem toch niet. Nee.